In de jaren 70 zijn er veel kozijnen geplaatst die geen weerstand bieden tegen inbraak of vandalisme. Daarnaast zijn ze niet brandveilig. Nog zo'n 1,5 miljoen woningen hebben dit soort kozijnen. Het verwijderen van deze kozijnen kost alleen veel werk. Overzetkozijn heeft hier wat op bedacht. Wilco Zeger vertelt ons hier meer over. Het probleem met die stalen opdekkozijnen is dat ze allemaal ingemetseld zitten. En het zijn hele zwakke kozijnen, want je kan daar enkel maar zwakke deuren in hangen. Dus je trapt die deuren heel gemakkelijk open. Het probleem met het weghalen van die kozijnen is dat ze dus aangemetseld zitten, heel goed verankerd zitten. Ja, en dan sloop je alles. Je sloopt de muren, er blijft eigenlijk niet veel van over. En daarom dat het dus een heel groot probleem is. Opdekkozijnen verwijderen, dat is eigenlijk geen doen. Die opdekkozijnen die worden al gesteld tijdens de werkzaamheden. Als je dat eruit wil gaan halen, ja, want het is zoveel werk, dan moet je alles slopen. Dat betekent dus ook dat je weer opnieuw op moet gaan metselen. Opnieuw kozijnen erin aan moet brengen. Ja, dat is gewoon allemaal zonde van de arbeid die je daaraan doet. Het is slecht voor het milieu, maar het is natuurlijk ook slecht voor je portemonnee. De gevolgen zijn natuurlijk niet te overzien voor een bewoner, maar natuurlijk ook niet voor een corporatie. Je moet je bedenken dat als je een toren hebt van 70 woningen, dan moet je eigenlijk 70 bergingen moet je leeghalen. Die moeten dan dus in containers. Dan moet je alles slopen, dus daar krijg je ook containers voor de deur. Dan moet je alles weer maken, daar heb je ook materialen voor nodig. Dus dat is een hele grote aanvoer. Dus het is heel problematisch om die kozijnen te verwijderen. Een oplossing voor dit probleem moest natuurlijk bedacht worden, waarin alles natuurlijk kon blijven zitten, dat er geen wanden gesloopt gingen worden. Dat de bewoners ontzien werden. En als je dan kijkt naar die bestaande kozijnen, dan zitten ze eigenlijk best wel goed vastgemetseld. Als je daar gebruik van wil maken, dan zou je daar overheen moeten. Uiteindelijk is dat dus het overzetkozijn geworden. Een milieuvriendelijk product, een recyclebaar product. En politiekeurmerk kunnen we daarop zetten. Er kan een politiekeurmerk deur in, maar we zijn natuurlijk ook gelijk tevens brandwerend. Het grootste voordeel daarvan, alle spullen van de bewoners konden gewoon blijven staan. Het plaatsen natuurlijk van die overzetkozijnen, dat is het makkelijkste wat er is. Omdat je de oude kozijnen als anker gebruikt, dus daar hoef je al niks aan te doen. Dus je komt met één bus, twee werklieden erin en die schuiven gewoon kozijnen over de bestaande kozijnen heen. Die worden dan vastgeschroefd. Dus eigenlijk in één dag heb je 20 deuren staan die al helemaal veilig zijn, met een veilige deur erin, waarin je spullen gewoon safe staan. En dat is heel belangrijk voor de bewoners. Uiteindelijk het plaatje is dat je dus politiekeurmerk en brandwerend bent. Grote voordelen van overzetkozijn is natuurlijk dat het een gegalvaniseerd product is. En dat betekent dat het totaal niet kan roesten. En er komt er een krasje op, dan is er eigenlijk niks aan de hand, dan vloeit hij vanzelf dicht. Daarbovenop wordt hij nog eens een keer in iedere rolkleur gepoederkoot. Dat is een glasharde laag die erop zit. Dus uiteindelijk heb je gewoon een vandaalproof product.